Dat ziet eruit als behoorlijk klimmen en dalen. En zo, kom oma eens helpen. Ja. Nou, het is fantastisch weer. Het waait een beetje, maar dan mag de pret niet drukken. Volle zon. En we gaan met de kabelbaan omhoog. En we zijn niet de enige, zoals je ziet. Maar ook dat mag de pret niet drukken. En boven gaan we een wandeling maken, denk ik. Ja. Ja, boven op de berg is ook een wandelroute. En daar wil ik graag even kijken. Even een kaartje kopen. We gaan heen en terug. Met de kabelbaan. We zitten weer in de kabelbaan bij Nesselwang, net als vorig jaar september, maar nu in de lente. We zijn net ingestapt en we gaan helemaal omhoog, boven een mooie wandeling maken. En nu eerst genieten van het uitzicht. Nou ja, het uitzicht hebben jullie in september ook al gezien, dus dat hoeven jullie nu niet meer te zien. Nee, dan moet je de andere vlog maar kijken. Ja. Zo saai. Ja. Een braaf Sansa, ja. Goed zo. Veilig in je eigen hoekje, hè? Ja. Ja. We zijn bovenaan aangekomen. Bij de Alpspits combibaan. En de bedoeling is dat we hier boven een wandeling gaan maken. En dan gaan we straks weer met de cabine ook weer naar beneden. Nou, vorig jaar hebben we daarboven van het uitzicht genoten. Dan kon je ook Neuschwanstein nog zien liggen. Even kijken of we daar vandaag ook nog terechtkomen. Kijk, daar ligt nog sneeuw. Aan de rand van een klein beekje. Grappig, hè? Daar trouwens ook. Ja, sta je op de sneeuw? Het is koud, hè? Kom maar. Stond je op de sneeuw, Sansa? Ja. Ja, we moeten hier het rechterpad. En we komen dan straks daar weer uit, als we het volhouden. Want het ziet eruit als behoorlijk klimmen en dalen. Maar joh, we hebben de tijd. Hier ligt nog eens een hoop sneeuw. Het lijkt wel een gletsjer met die gaten erin en die barsten. Lekker sneeuw vreten. Ja, met al die dennennaalden is misschien niet zo'n goed idee. We lopen hier gewoon tussen het sneeuw door. Het staat op 1500 meter, hè, zei je net. 1600. Ik hoop niet dat het zo meteen ook zo naar beneden gaat. Even pauze gehouden, een flinke klim van ruim een uur.
En we zijn op 1630 meter hoog. Met een geweldig uitzicht daar op Oostenrijk. Hier staat op het bord wat we allemaal zien. Ja, we zitten dus op 1624 om precies te zijn. En hier staat precies op wat je allemaal ziet. Zo, dat zijn heel veel bergen. Oh, hier nog een beetje oriëntatie. Deze kant zit dus de camper ergens achter die berg. Ik vind het wel een beetje een raar paadje. Ja. Er was daar wel zo'n doorgang gemaakt. Ja. Dat zal wel eens wel kloppen. En als je goed kijkt, zie je nooit van zijn. Geweldig. Sneeuw op het pad. Zo, kijk je uit. En zo, kom oma's helpen. Nou, het is toch geen pad? Nee, het lijkt me ook geen pad. Ik denk toch wel dat dit het pad is. Wat een pad zeg. Jongen. Ja, dat was echt een benenbrekertje hoor. Hey. Maar we zijn weer een stuk naar beneden gekomen. En dan komen we nog wat sneeuw tegen op het pad. Dat is even eng. En zo, help oma nou. Spannend, schat. Heel eng. Ga je mij zo filmen? Ja. Heb je het gered, schat? Oh. Mijn handen zijn bevroren. Dat is serieus. Ja. Ja, bij jou ook natuurlijk. Nee. Heb jij niet met je handen gesteund? Nee. Ben je toch een Ik ben gewoon recht op blijven lopen. Oh. Zo, we hebben het overwonnen. Knap, hè? Zo beleef je nog eens wat. Nou, ik weet, iedereen loopt gewoon rechtop die sneeuw over. Ben ik dan zo'n drama queen dat ik dat op handen en voeten moet doen? Maar kijk, mijn handen. Helemaal rood. Ah, oh, goed zeer. Maar goed, we hebben het gedaan. Dat halen we denk ik net niet, maar misschien wel, broer. Kom maar. Kom. Oké? Kom maar. Yay! Yes! Net op tijd, dan gaat de deur achter je dicht. Ja. Yeah.
Wauw. Oeh, ah, dat is de rem. Nee, het is goed. Het is goed. Stoer. Zo, dat was het weer. Weer terug naar beneden. Vorig jaar hebben we dat hele stuk naar beneden gelopen. Ja, over de zwarte piste. Ja, dat was daar nog zo steil, weet je nog? Ja. Daar waar die mensen lopen. Ja. Ja. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal pistes. Ja. Nou, ik heb net over de zwarte piste gelopen. Ja. Schat. Mooi, hè, Sansa? Sansa. Ja, dat is mooi, hè? Nou, die is ook wel aan de trekker gekomen, hoor. Misschien komt er nog net naar beneden voordat we uit moeten stappen. Ja. Denk het wel. Ja, hij gaat ze ons inhalen. Zo. Ik ben met de lunch bezig en in Duitsland worden we wel vaak verleid om heerlijke broodjes tussen de middag te eten. Maar we eten ook graag salades en omdat we gisteren een beetje weinig groente hadden gegeten met de pannenkoeken, heb ik vandaag een heerlijke bietensalade gemaakt. Ik zal hem even laten zien. Hij is heel makkelijk te maken. Het is gewoon een pakje gekookte bietjes, 2 biologische appeltjes, wat van die Violife Greek style, dat is een soort feta kaas. En verse munt, walnoten en wat balsamico azijn. Ik heb deze. Super lekker en gezond en zo gemaakt. Alsjeblieft, lieverd. Dankjewel. Eet smakelijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.